Ga je normaal gesproken graag uit op zaterdagavond, maar wil je gewoon eens een keer helemaal wat anders doen? Dan is de Nijmeegse Kunstnacht misschien wat voor je. En kijk, de nacht die heb ik er nu even niet bij, maar ik heb er wel een voorproefje voor je. Natuurlijk is Pieter er ook weer en hij is heel dichtbij, hier achter mij, in het museum. Ik ga terug naar het Nijmegen van 350 jaar geleden. Nou ja, zoals kunstenaar Jan van Gooien het zag. En ook aankomend weekend is het Dikke Tinnen Festival in Hattem. En daarvoor is Marie Bruins al maanden middeleeuwse kleding aan het maken. Kijk, de sluitingen die deden ze allemaal met hele ouderwetse manier, met haakjes en oogjes of drukkertjes. Nou, daar heb ik wat slimmere oplossingen voor bedacht. En ik heb nog meer tips voor je, want er is weer veel leuks te doen dit weekend. Ik ben vandaag in Nijmegen omdat ik een voorproefje krijg op de Nijmeegse Kunstnacht dit weekend. Er is heel veel te doen tijdens deze 8e editie. Zo kun je naar dansvoorstellingen, kunst gaan kijken of gewoon een prachtige fotografie tentoonstelling zien. Of multimedia, wat eigenlijk niet. Zie je dat? Nou gaat hij dus zo en dan draait hij zo. En dan hebben we die dan hierin komt en die daar. En wat nou leuk is, is dat hij hier weer die kant op gaat. Zie je dat? Dus het gaat goed zo. Bert, wat Hallo. Ziet dit er al mooi uit. Wat ben je aan het doen? Wij zijn een installatie aan het bouwen voor de Kunstnacht in Nijmegen. En daar zijn we nu aan het oefenen en het prototypen. En wat wij strakjes willen is met deze ventilatoren, waar je er hier twee van ziet, daarvan hebben we er straks veel meer en die zetten we in een kring. En die blazen allemaal naar het midden toe en dan ontstaat er een wervelwind. Dan zetten we die bellenblaasmachines erbij en dan gaan die bellen, die gaan dan wervelen. Een grote tornado naar boven krijg je. Julia, waarom wordt er eigenlijk een kunstnacht gehouden in Nijmegen? Nou, het is de 8e editie dit jaar en we doen dat om te laten zien wat er allemaal aan cultuur en kunst in Nijmegen te beleven valt. Beleef je het dan ook heel anders als je 's nachts hier door de stad heen gaat en dan kunst gaat bekijken? Ja, ik denk het wel. Je fietst in het donker over straat van locatie naar locatie. Dus niet alleen op de locatie is veel te zien, maar ook wel buiten in de stad hangt er gewoon een gezellig uitgaanssfeertje. Maar hoe is dat dan om tijdelijke kunst te maken, dat je zo'n opdracht krijgt om voor een kunstnacht bezig te gaan? Leuk, hartstikke leuk. Wat ik normaal doe, dan maak ik kinetische sculpturen die bewegen op windenergie of op zonne-energie. En dat zijn meer vaste sculpturen. Dit is een totaal nieuwe tak van sport voor mij, maar het heeft ook met beweging te maken. En dat doe ik dan samen met Touria. Zij heeft heel veel verstand van luchtbellen en zij weet precies het gedrag van luchtbellen. En dit is een hartstikke leuke samenwerking, want daardoor kunnen we samen iets tot stand brengen. Speciaal bij elkaar gekomen om iets bijzonders neer te zetten voor de kunstenaar. Dat hopen we, ja. Waar in Nijmegen wordt het eigenlijk allemaal gehouden? Waar kan ik wat zien? Ja, op meer dan 20 locaties eigenlijk. We starten hier in het Valkhofpark met de opening. Het museum doet mee, de Lindenberg, de Schouwburg, maar ook op het Honigcomplex. Daar zijn ook zo'n 5 kunstnachtlocaties. We zetten ook een speciale bus in tussen het Honigcomplex en de stad. Ik hoor het al, dus en in de binnenstad kijken en naar het Honigcomplex en begin maar gewoon in het park. En in het park beginnen, ja. Hoe gaan de mensen het nou ervaren dan dit weekend? Nou, je moet je voorstellen dat de mensen van die kant aankomen lopen en ze zien één grote wervelwind. Ja, dan is het gewoon heerlijk om daar doorheen te rennen en om je uit te leven en om het te ondergaan. Dat mag gewoon. Dat mag gewoon. Je mag gewoon helemaal doorheen. Je mag, absoluut, ja. Nou, dan wist ik het wel, want dit weekend lekker door de belletjes heen rennen. Maar er is toch veel meer te doen tijdens de kunstnacht. Zo kun je bij het Honigcomplex dit weekend ook gaan kijken naar korte films die geprojecteerd worden op prachtige jurken. En er is hier nog veel meer te doen, maar dat laat ik je zo zien. Nu gaan we eerst naar Pieter, die kunst is gaan kijken in het Valkhofmuseum. Dit is Nijmegen, zo'n 350 jaar geleden. Nou ja, het is een deel ervan. We hebben hier de Waal en daar het Valkhof. Het is een schilderij uit 1641 van de hand van kunstschilder Jan van Gooien. Het is zeg maar de tijd dat Rembrandt de Nachtwacht schilderde. Dit is wat mij betreft het mooiste schilderij uit de 17e eeuw in Gelderland. Dit
is het goud van Gelderland. Van Gooien gebruikt bijna geen kleur. Het is heel veel grijs, groen en soms een heel klein beetje, toch. Hier, dat mannetje, een beetje rood. Of hier, wat is het, een beetje groen-blauw. En hier, twee witte zwanen. En dan die burcht, die boven alles uitreist. En dan in geel-bruin, zo komt hij naar je toe. In de 17e eeuw had je verschillende populaire onderwerpen. Portretten, je had nog geen selfies. Landschappen, iets met een boom erin. Zeegezichten, iets met een boot erin. Bloemstillevens, religieuze onderwerpen, historische onderwerpen of stadsgezichten. Zoals dat. En als je een goed stadsgezicht wilde, dan ging je naar Jan van Gooien. Is dit hoe Nijmegen, hoe de Valkhof er toen uitzag? Nou, niet precies, bij benadering. Want zo'n schilder deed ook gewoon aan wat wij nu photoshoppen zouden noemen. Bijvoorbeeld, hij schilderde zo'n poort dan net een beetje andersom. Of wat dacht je hier, die afstand tussen die kraan en die poort, dat was ook veel groter. Van Gooien maakte wel 30 variaties op dit ene Valkhof in Nijmegen. Dit is mijn favoriete schilderij. Dat was een tijd dat ik bijna elke week even hier naartoe kwam kijken. Museum in, de trap op en even ervoor gaan zitten. Sterker nog, het werd ooit eens uitgeleend voor een expositie aan Japan, meen ik. Het was maanden weg. Ben ik van tevoren toch even afscheid gaan nemen. En waarom is het dan mijn favoriet? Ja, dat vind ik altijd lastig te zeggen, maar misschien is het wel omdat Van Gooien met zo weinig kleuren erin slaagt om er zo'n fantastisch schilderij van te maken. En misschien ook wel een beetje chauvinistisch, omdat het Nijmeegs is. Tijdens de Nijmeegse kunstnacht kun je ook hier naar binnen gaan, bij Bloos Gallery. Hier is het werk te zien van kunstenares Louise te Poelen. Kijk, het ziet er zo mooi uit. En hier geeft ze ook die avond een performance. Maar straks laat ik je nog meer zien van de Nijmeegse kunstnacht. Nu gaan we eerst naar Hattem, naar Marie Bruins. Zij is al maanden bezig geweest met het maken van middeleeuwse kleding voor het Dikke Tinnen Festival. Nou, dat wordt wel leuk hierbij. Zo'n broek te ronden. Ach, ja, leuk. En het poft dan zo, ja. Een van de taken van Marie is het aankleden van de acteurs. Tijdens het Dikke Tinnen Festival is er een toneelstuk te zien over Jan van Wassenaar. Dit is Jan van Wassenaar. Die in 1512 in een kooi in Hattem gevangen werd gezet. In origine heeft hij 2 jaar vastgezeten. Nou, in het toneelstuk wordt dat natuurlijk tot een heel klein poosje teruggebracht. Alle 40 acteurs uit het toneelstuk zijn aangekleed door Marie en de stichting Instandhouding Historische Kleding Hattem. Het wordt een replica van de kostuum van Jan van Wassenaar, dus dat is een echt middeleeuws kostuum. Probeer het in elk geval zo waarheidsgetrouw mogelijk te doen. Kijk, de sluitingen die deden ze allemaal met hele ouderwetse manier, met haakjes en oogjes of drukkertjes. Nou, daar heb ik wat slimmere oplossingen voor bedacht. Ja, een beetje smokkelen mag en dat doen we ook wel eens met kleuren. Soms heb je al veel kleuren die in die periode eigenlijk niet passen. Ja, en toch heel erg leuk bij in een combinatie zijn en dan maak je daar toch wat van. Hoe zorg je er nou voor dat heel Hattem straks in middeleeuwse kledij loopt? Nou, ik kan er niet voor zorgen, maar mensen kunnen bij ons, bij de stichting Instandhouding Historische Kleding, kunnen ze middeleeuwse kledij huren. Gewoon leuk als zoveel mogelijk mensen dat ook echt komen doen. Dan loopt heel Hattem in kleding en dat lijkt me erg leuk. Ha, Hans. Hallo. Ah, jij komt ook wat uitzoeken. Ja, klopt. Ik kom ook kleding passen omdat ik nog een optreden heb tijdens het Dikke Tinnen Festival. Voor de Grote Kerk ga ik een gedicht voordragen. En dat gaat over de Kooi van Wassenaar. Kom maar, dus, deze kant op. Ja. Pas eerst het jasje maar eens even aan, ja. Kunnen we later overgaan naar de broek. Ja, precies.
Wat wij doen is allemaal vrijwilligerswerk. En dat is erg leuk. Maar dit zijn natuurlijk topdagen voor ons. Je hoeft niet achter de naaimachine. Je hoeft niet wat kleding wat kapot is te maken. Allemaal blije gezichten gaan ze hier weg. Dus het is een leuke dag voor ons. Zo, ja? Dat is mooi. Nou, gaan, dat staat heel leuk, gaan we even de goede broek erbij zoeken. Ja. Waar had ik hem? We proberen hier zoveel mogelijk kleding te verhuren. Want de huur moet ook opgebracht worden. Pas u eerst het jasje maar eens even aan. En een barret erbij. Is, bent u ook iets of is het gewoon, nou het is middeleeuws en dan is het goed? Middeleeuws en dan is het wel goed. Leuk hè? Ja, dat is leuk. Ja, staat u ook erg leuk hoor. Moet alleen wel andere sokken erbij hè? Dan moet u deze er nog even over. Hans, even de eerste paar regels van het gedicht. Ga je ja. Kooien zijn er in vele soorten en maten. Dure kooien, goedkope kooien, zware kooien, lichte kooien. En dichten is altijd een beetje spelen met woorden en stoeien met woorden. Met lichte kooien kun je ook stoeien, ja. Zo Hans, hij zit goed ingepakt. Nou, alsjeblieft, veel plezier ermee. Ja. En succes met je gedicht op het Dikke Tinnenfestival. Ja, dankjewel. Hey, tot ziens. Tot ziens, dag. Wil je dit weekend nou niet naar de Nijmeegse Kunstnacht of naar het Dikke Tinnenfestival? Of wil je gewoon nog meer doen? Dan heb ik gelukkig nog meer tips voor je. Dit weekend zijn er veel herdenkingen die in het teken staan van operatie Market Garden. Vrijdagavond kun je bijvoorbeeld naar het Nationaal Herdenkingsconcert bij de John Frostbrug in Arnhem. Zangeres Treintje Oosterhuis is een van de artiesten die optreedt tijdens dit multimediale spektakel. In Ede kun je zaterdag op de Ginkelse Heide naar de Airborne luchtlandingen. Naast de ceremoniële kranslegging springen er honderden parachutisten uit verschillende vliegtuigen. Er zijn onder meer parachutisten uit Amerika en van de luchtmobiele brigade. Voor iets heel anders kun je dit weekend naar Doesburg. Daar staat de IJsselkade 2 dagen lang in het teken van de Doesburgse kadedagen. Je kunt er natuurlijk historische schepen bekijken of een rondvaart maken over de IJssel. Maar er is ook muziek en een streekproductenmarkt. Tijdens de Nijmeegse Kunstnacht kun je ook nieuwe kunstvormen ontdekken. Zoals virtual reality kunst. En dat is kunst die Roos daar aan het maken is, een heel mooi rood pakje. Maar dat kan ik dus alleen zien als ik een VR-bril opzet. Zoals deze. Nou, dat gaat heel goed, Roos, hoor. Is de vogel? Nou Teun, dit kun je niet uitleggen hè? Lastig hè? Ja, daar hebben we ook moeite mee moet ik zeggen. Ja. Maar dit is dus eigenlijk een nieuwe kunstvorm, wat we telkens vaker gaan zien, moet ik het zo zien? Nou, ik denk het wel. Het VR is natuurlijk sowieso een medium waar je nog heel veel moet ontdekken en zo. En daarom ook deze ontdekkingstocht denk ik met een kunstenaar die al ervaring heeft in VR tekenen. Maar ja, in 3D momenteel kan je het nog niet laten zien, anders dan op deze manier. Hoe gaan de mensen nou straks dit kunstwerk beleven? Nou ja, we hebben hier 9 VR-brillen om Roos heen hangen als het ware. Die staan daar ook. En daardoor kunnen zij hem gewoon de VR-bril opzetten en kunnen ze kijken. Ja, want dit is wat ik natuurlijk net zag. Maar gaan de mensen die straks een bril op hebben er dan ook helemaal omheen kunnen lopen? Meedoen misschien? Of? Nou ja, meedoen in dit geval niet. Het is wel de performance van de kunstenaar. Maar inderdaad, met zo'n bril kan je het echt beleven. Je ziet het in 3D, het komt op je af. Je zit er middenin als het ware. En dat is wel indrukwekkend, denk ik. Julia, ik heb kunnen zien dat er echt heel veel te doen is dit weekend. Maar ja, bij kunst, dat vinden mensen soms toch nog een beetje spannend. Waarom moeten mensen toch zaterdag komen? Omdat de kunstnacht goede manier is om cultureel Nijmegen te leren kennen. En zeker niet alleen kunst, standaard kunst waar je aan denkt bij het woord kunst, maar ook film, muziek, theater, crossovers van al die disciplines. Dus het is echt een goed festival om kunst in de breedste zin van het woord te beleven.
Nou, genoeg te doen dit weekend dus weer in onze provincie. En omdat ik er gewoon zelf geen genoeg van kan krijgen, geef ik je nog één tip. Dit weekend kun je namelijk voor het allerlaatst naar de expositie over het Gelderse fietsmerk Sparta in het Coda Museum in Apeldoorn. Leuke tip, toch? Ik zou zeggen, ga er lekker op uit en fijn weekend.